We gaan starten aan tafel met de familie Cox. Welkom. Dankjewel. En dan hebben we aan mijn rechterzijde Jan Cox. Mag ik Jan zeggen? Ja, dat mag. Ja, het is heel gat, hè? Ik neem dat ik het. Nee, oh, gelukkig maar. Je bent ooit aan de grens gekomen. Wie bent je daar terechtgekomen? Door mijn moeder. Want? Ja. Ja. Wie kwam dat? Hoe kwam dat? Ja. Ze kwamen uit Noord-Holland. Ja. Dus oorspronkelijk zit je niet van hier vandaan? Of tenminste, uit Elscheer wel. Ja, ja. Ja. En mijn grootvader huurde een boerderij aan de overkant van de weg. Aan de grens. Aan de grens. Ja. En daar was mijn moeder een kees van. Oké. En de jongste broer die ging trouwen in 1923. Ja. En toen kocht mijn grootvader, de jongste broer, die nam de boerderij over. Ja. En toen kocht mijn grootvader aan de overkant van de weg waar we nu zitten. Het pand. Een klein pand. Een klein pand, ja. Oké. Ja. En mijn moeder begon er een café met een grenswinkeltje. En wie ging dat lopen toen? Goed. Goed, ja. Was het een trek? Ja. Door beide kanten van de grens? Ja. Ja. Nou, hoofdzakelijk door de Duitsers. Hoofdzakelijk de Duitsers, ja. En die staken dan even de grenzen over om wat goedkoper te kopen? Ja, nee, en dan ook zakenmensen. Oké. Okay. Die naar Nederland gingen. Mm-hmm. Importeurs. Oké. Okay. En er was er één bij. Dat was de firma Geurts uit Niederkruchten. Ja. Die zei tegen mijn moeder, Marie, je moet benzine gaan verkopen. Die had de tip gebracht. Oké. Okay. Ja. En toen zei mijn moeder, Heinrich, wie koopt die? Toen zei die ik. Ja, ja. Dus de eerste klant had hij op de eerste had klant was al op de stoep. En die is nog altijd krant gebleven. Oké. Okay. Nou de derde generatie. Ja, en je hebt dat toen overgenomen? Ja. Ja? Dat was vanzelfsprekend dat je dat ging doen? Nee, mijn vader was boer. Ja. Kleine boer. Ja. 10 hectare. En ik was ook boer tot 19 jaar. Oké. Okay. En toen moest ik mam helpen. Ja. En ik dacht, als al die Duitsers de keuken nog gezien hebben. Ja. En de bloemenvelden. Mm-hmm. Dan ben ik weer boer. Dan is dat afgelopen. Dat was nooit afgelopen. Maar het was niet tijdelijk. Het was voor altijd. Ja. Ja. En daarna ging het over naar de zoon? Ja. Wie is dat gekomen, Wim? Eigenlijk automatisch. Ik ben in 1983, na 8 jaar ateneum, van school gekomen. Ik wist niet wat ik wilde studeren. En we hebben het hotel tussen 73 en 83 verhuurd gehad. En de laatste huurder die ging vreselijk failliet. Dus daar lag dat pand. En daar moest iets mee gebeuren. Dat was, verhuren was geen optie, want het was onderkomen en niet meer. En mijn broer die had voor kok geleerd. En toen was het, ik wist niet wat ik doen. En toen zeiden ze, nou, dan kom maar hier. En dan gaan jullie het hotel en tankstation maar meerunnen. Ja. Meerunnen. Nou, mijn broer die is na een klein aantal jaren is die vertrokken. Die had er geen zin meer in. En ik ben gebleven. Ja. Je hebt toen, wat ze tegenwoordig noemen, kennis gemaakt met hospitality en zo. Maar ik begreep uit een prachtig verhaal wat ik online las in de restaurantkrant. Dat is iets wat je moet leren of moet je dat kunnen? Nou, dat moet ook een beetje in je bloed zitten. En nou, eerlijk gezegd, de gastheerfunctie, dat zit veel meer bij mijn vader en zelfs bij mijn moeder als bij mij. Ik zie me meer als manager. Ja, meer een ondernemer, denk ik. Nou, ik zeg altijd gekscherend, als ze het over een horeca-ondernemer hebben, dan zeg ik, nou, ik voel me meer ondernemer van horeca als horeca-ondernemer. En zo is het in de praktijk ook. Ja. En daarna hebben we generatie 3 aan tafel zitten. Ja, klopt. Ja, welkom. Want ook dat ging weer gestroomlijnd over.
Ja, en in 2015 zijn we het gesprek eigenlijk aangegaan nadat ik ervaring buiten de deur heb opgedaan. Ja. Nou ja, toen kwam eigenlijk wel ter sprake van hoe nu verder, welke mogelijkheden liggen er wel of niet. En toen hebben we eigenlijk gezegd van willen we kijken of er mogelijkheden voor de toekomst liggen, dan zullen we eerst moeten kijken of dat bij je past. Dus in 2015 hebben we eigenlijk 1 jaar de tijd genomen om het bedrijf te leren kennen. Ja. Daar had ik natuurlijk in het verleden wel al weekendhulpervaring en vakantiehulpervaring op gedaan. Maar in 2015 zijn we dat serieus gaan aanpakken en heb ik bij alle zaken meegedraaid en alle afdelingen binnen het bedrijf leren kennen. En toen werd ook redelijk snel duidelijk dat ik daar wel toekomst in zag. Ja. 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 Want het bedrijf was natuurlijk intussen niet meer 1 bedrijf. Het was een hele keten met bedrijven in Roermond, in de regio en zelfs ver daarbuiten geworden. Ja. Klopt. Ja. Nee, goed, het eerste contact is eigenlijk ontstaan over het hotel aan de grens. Dat is, ik woon er zelf nog steeds met mijn gezin naast. Dus dat is waar ik ben opgegroeid, net als mijn vader. Mm-hmm. En nu mijn kinderen ook. Dus daar ontstond het gesprek over. Maar dat was al even aan een andere partij verhuurd. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds een heel mooi bedrijf stond. Dus dat er nog voldoende mogelijkheden lagen. En die wilde ik toen ook graag ontdekken. En over 2 jaar is het familiebedrijf 100 jaar. Ja. Hoe voelt dat? Omgevlogen? Daar heb ik... Heb ik eigenlijk... Ging vanzelf. Ja, ja. Mm. Wat zijn nou de mooiste hoogtepunten die u nog kunt herinneren? Of een hoogtepunt? Is er iets van in het verleden dat u zegt van nou, dat is wel iets wat ik nooit zal vergeten? Er mag geholpen worden natuurlijk. Ja. Ja. De intocht van de Duitsers. Ja. Nou, heb ik ook meegemaakt. Ja. De Duitsers. Juist, ja. Uiteraard geen hoogtepunt. Nee, maar het is wel iets wat gebeurt daar. In de mei 1940. Juist, ja. Mijn vader had al lang van tevoren gezegd, daar komt de oorlog. Mm-hmm. Het voelde al onder de bevolking, het klopt niet. Nee, want de telefoonleidingen van de Duitsers, die lagen tot 500 meter voor de Duitse grens, voor onze grens, de Nederlandse grens. Ja. Mm-hmm. En nou, de 10e mei, toen riep om 4 uur 's morgens, riep mijn vader ons uit bed. Dan zegt die kinderen, de oorlog is er. Ja, ja. Dat is iets ongelooflijks. Hè? Ja. Dat kun je je nu niet meer voorstellen, alhoewel het en bij Oekraïne best wel dichtbij komt natuurlijk. Maar wij kunnen ons dat niet voorstellen, wat dat voor een impact is geweest. Ging je nou ook anders kijken naar de klandizie vanuit Duitsland die kwam? Want ja, in 1 keer de mensen die jullie zo goed kenden, in 1 keer was er oorlog. Daar gaat er geen probleem mee. Daar had geen probleem mee. Nee. In het grensgebied kende men elkaar natuurlijk heel goed. Ja, dan is dat toch anders. Ja. Ja. Zijn er later nog veel verhalen van boven gekomen, Wim? Van de oorlogstijd, was dat aan het grensgebied? Nou, toevallig, overmorgen heb ik weer een afspraak met Erik Munnix. Ja. Erik, die schrijft de oorlogsverhalen hier uit de buurt. Mm-hmm. En Erik heeft hem ook geïnterviewd over wat er aan de grens allemaal gebeurt. Juist. Dus er is ook van alles, onderduikers. Ja goed, daar kwamen ze binnen. Maar goed, Erik heb ik bereid gevonden na een gesprekje, omdat ik hem altijd een warm hart toedraag van, gaf hij zelf aan, kan ik daar niets in betekenen in dat 100-jarige? Hij heeft natuurlijk heel veel verstand van en affiniteit met archieven doorpluizen. Juist. Dus hij, en we zijn nog steeds op zoek naar, we willen een boek maken. Of vooral, ik wil dat er een boek komt voor 100 jaar Cox & Co. Juist. En dan is het een soort chroniek, dus eigenlijk de feitelijkheden. Maar we zijn juist op zoek naar de leuke dingen, de anekdotes, de hoogte, de laagte. Persoonlijke verhalen. Persoonlijke verhalen. Ja. En we zijn al een heel stuk op weg. Maar vanmiddag hebben we nog een interview gehad met een oud buurmeisje. Ja. En die kwam ook weer met verhalen. Want wij hebben 1952, 1953 is de Engelse basis bij ons over de grens gebouwd. Klopt. En er waren ook Amerikanen bij betrokken. En daar hebben een aantal families, Amerikaanse families, bij ons gewoond. En er waren een soort portecabines. En zij weet nog dat daar gezinnen
met kinderen. En zij heeft daar tot nu toe nog een vriendin uit Amerika aan overgehouden. Nou, dat zijn de dingen waar we wat het persoonlijk maakt. Zijn ja, natuurlijk. Ja. We hebben nou uiteraard van allerlei familieleden. Van pa heeft nog één broer en één zus die leven. Nou, dan moet je snel zijn. Die wilden we ook als eerste vastleggen. Die verhalen, hoe is het vroeger begonnen? Nou, daarna mijn broers en zussen zijn geïnterviewd. Marielle Schlieger, die heeft bij ons 10 jaar gewerkt. Die heeft een bureautje verteld. Die kan heel goed schrijven. En zij helpt ons met het schrijven van dat boek. Of zij gaat dat schrijven. Ja. Nou, zij is bezig met mijn kinderen. Ja. We zijn nog neven en nichten. We hebben al medewerkers geïnterviewd. Toevallig Jacques Ruiten uit Zwalmen, de eerste medewerker aan het tankstation. Nou, die had een super geheugen. En die komt met de eerste klant. En al pratende met pa, komen er dan een hele hoop dingen bezig. 100 jaar is natuurlijk een hele lange geschiedenis. Ja. Hè? Want ja. Vaak als we denken aan jullie bedrijf, dan gaat het over de winkels. Ja. Het schnitzelparadijs, ja. het concept wat je hebt neergezet. Wat tegenwoordig ook vegetarische schnitzels serveert. Van alle markten. Dat past ook bij jouw filosofie, begreep ik. Hè? Om in te spelen wat de vraag is. En, tuurlijk. Ja. Maar dat heeft je moet aan de behoeften van de gast voldoen. Wil je succesvol ondernemen. Ja. Ja. Het hele imperium is op zich heel groot geworden. Tot begin deze eeuw eigenlijk. Het outlet was denk ik wel een kroon op het werk. Ja. Zou je dat zo kunnen zien? Helaas niet meer. Nee, dat is op goed, begin, anders gelopen. Het outlet hebben een 15 jaar contract gehad van 2001 tot 2016. En ja. Zeer succesvol. Ja, ja. Ja, dat was... Ja. Maar je hebt in een familiebedrijf altijd ups en downs. Ja. En je hebt hele mooie momenten en je hebt natuurlijk ook de mindere momenten, maar die maken ook het karakter, zeg ik altijd, van een familiebedrijf. Dat tekent het. En het is natuurlijk geweldig als we over 2 jaar het 100-jarig Koks kunnen vieren. Ja. En hoe beleef jij dat? Nee, dat is natuurlijk iets heel erg moois. Ja. En je kunt met trots zeggen dat je 4e generatie van een familiebedrijf uitmaakt. Ja. En dat doe ik uiteraard ook. Dat, en wij leven in een vrije grensgeschiedenis. Hè? Je leeft daar zelf ook weer aan die grens. Maar het is... Dat kunnen we ons niet voorstellen hoe het toen was. Nee. Ik weet de verhalen van mijn vader dat hij moest smokkelen over de grens, maar dat het heel moeilijk was om een grens over te... Nu is alles open. Ja. Nee, dat het voelt niet het eens. Voelt niet het heet zo, ook aan de grens voor ons, maar zo voelde het zeker niet. En zeker voor jouw niet. Kinderen zal dat ook niet zo nee, zijn. Nee, absoluut nee. Niet. Nee, nee. Nee. Je gaat de achtertuin uit en je bent in Duitsland. Zo is dat. Ja, dat is een heel ander gevoel als wat het toen was natuurlijk. Als het grenshotel of het grensbedrijf, zeg maar. Ja. Grenscafé zelfs, ja. Toen was café ook nog veel meer in trek dan nu. Ja. Ik denk dat het goed vol heeft gezeten bij u. Niet? Het was goed vol? Nou. Mocht voller zijn? Had nog groter mogen zijn? Dat wel. Ja? Maar mensen van het dorp kwamen niet bij ons. Oké. Okay. Nee. Nee. Het waren alleen maar grensgroepen. Van... Ja. Was u gelukkig? Ja. Ja? Het heeft u geluk gebracht? Ja. Ja? Ja. En het gezin was goed daar, ja? Wim, was u gelukkig daar aan de grens? Ja, want heel simpel, ik ben nergens toe gedwongen. En maar goed, maar je hoort dat wel eens, of bij boeren, ja, dat is logisch dat de eerste zoon de boerderij afneemt. Mm-hmm. Nou goed, ik ben de jongste met mijn tweelingzus, maar dat is gewoon... gegroeid. Ben je had geen andere wens of droom, maar je dacht niet, ik wil topsporter worden, want nu ben je heel erg met fietsen bezig, met hardlopen. Geweldig. Ja. Je klimt bergen, zag ik, je doet van alles. Ja. Ja. Dat komt er nu uit, maar misschien zat het er toen al in. Ja, nee, klopt, maar dat is voor de vrije tijd. En daarnaast durf ik ook te zeggen, ben ik nog goed, veel minder en zeker niet meer operationeel actief in de zaak. Ik geef gevraagd en ongevraagd advies. Maar daarnaast heb ik, zeg ik altijd gekscherend, een hele hoop buitenschoolse activiteiten. Nou, ik probeer samen met een hoop andere mensen Roermond nog beter op de kaart te zetten. Absoluut. We hopen morgen zitten we in Veenendaal met City Management en de gemeente. Mm-hmm. Bij het platform Binnenstadsmanagement, om daar 2 prijzen binnen te halen. Wij hebben met de Winter FIFA Arena een bid gedaan en de gemeente heeft een bid gedaan met hun nieuwe gebiedsprofielen. Mm-hmm. Dus wellicht krijgen we daar nog weer wat
publiciteit om nog beter op de kaart te zetten. Ja. Het zou wel kicken zijn. Ja, ja toch? Kijk, want zo'n boek zeker. Is mooi. 100 jaar terugkijken, een bewogen geschiedenis met ups en downs. Kamer, ja. Gaan we het al aan. Hoe kijk je nou naar de toekomst van het bedrijf? Want ja, die koninklijke status, die moet er natuurlijk wel aankomen ondertussen. Cool, nou, dat zou mooi zijn. Ik ben nog bezig. Ik ben nog bezig dat aan te vragen. En op het stadhuis kijken ze daar kritisch tegenaan. Want en zijn ze ook al, doen ze aan verwachtingsmanagement van ja, dat weten we nog niet hoe dat in elkaar gaat zitten. Want met alle respect, het is niet de bakker op de hoek die al 100 jaar een bakker op de hoek is. Ja. Mm. Bij ons is het zoveel gebeurd. Ja. En dan is dat, weet ik niet, maar daar verwachten ze dat het moeilijker onder die hoed te vangen is. Okay. Eén ding maak ik me geen zorgen over, want er is ook een financiële goedheid die je moet tonen. En dat zit gelukkig bij ons nog. Maar goed, heel simpel. Ik zou dat zeer waarderen, want dat is ook weer een soort mijlpaal en ja, waardering. En een kroon op het werk. Doen. Absoluut. Ja, zeker. Maar, en los daarvan, hoe kijk je dan naar de toekomst voor het bedrijf? Nou, dat is een hele goede en hebben we vandaag nog over gehad. Ja. Zeker corona heeft onze bewustwording daarin gestimuleerd. Mm-hmm. We hebben buiten het tankstation, naar het tankstation, dat hebben we inmiddels zelfs verhuurd. Mm-hmm. Dus is geen activiteit. Dat heeft in het verleden was dat heel slecht. Een goudmijn een hele tijd en nu weer heel slecht. Dus aan een grens ben je afhankelijk van prijsverschillen over en weer. En nu is het gewoon een beetje minder, maar ik heb altijd vertrouwen in die locatie als een snelweglocatie. Op de een of andere manier komt dat nog wel weer een keer. Zeker. Goed, als strategische punt. Maar voor de rest hebben we nagenoeg alleen maar horeca-exploitaties en horeca-vastgoed. Mm. En in corona heeft ons dat midscheeps geraakt, om het voorzichtig te noemen. Ja. Volgeraakt. Dus. Volgeraakt. Ja. Absoluut. Maar evengoed, we waren gelukkig met een behoorlijk wat spek op de ribben er doorheen gekomen. En nu zitten we ook weer op koers. Maar we zijn eigenlijk op zoek. Nou, we hebben wat ander soortig vastgoed nog kunnen kopen. Hmm. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar een activiteit die een soort risicospreiding ook met zich meeneemt. Alleen, ja, een hele discussie en we zijn er nog niet uit. Maar we gaan wel op zoek naar wellicht andersoortige economische activiteit om risico te spreiden. Ja, logisch. We zijn een bedrijf met nu op dit moment, de 11e is onderweg. We gaan half mei gaan we in Nederweert in het nieuwe hotel wat daar aan de afslag A2 ligt. Mm-hmm. Gaan wij met een De Beren de horeca, de restauratievoorziening voldoen. Mm-hmm. Dus dan hebben we 11 zaken, nou een dikke 200 medewerkers. Maar even goed. Stel dat we nog weer eens een corona-periode krijgen en corona was voor ons 11 maanden op 24 maanden verplicht dicht zijn. Ja. Nou, dat slaat er echt in. Ja. Dus, maar daar zijn we op zoek en wie weet wat we tegenkomen. Ja. En de kinderen, hebben die zin in het bedrijf in de toekomst? Absoluut. Is dat, dat is al bekend. Mijn kinderen bedoel je? Kinderen, nou, die zijn nog wat klein. Oh, ja. Ik wou zeggen, nee. Die zijn, de oudste is net 7. Okay. En de jongste van de 5e generatie, mijn zus, heeft in december een kleintje gekregen. Dus die zijn nog heel erg jong. Ja. Tuurlijk, als je ze nu vraagt, papa staat in de keuken bij de beren en ik op kantoor, dan vinden ze dat allemaal prachtig. Maar goed, dat moet de praktijk de nog uit. Ja, precies. Nou, mooi. Even kort, hoe kijk jij naar de toekomst? En nou goed, ik sta er ook positief tegenover. Heb je bepaalde ideeën of dat je zegt, nou, zo zie ik mezelf of zie ik het bedrijf over 10 jaar, 20 jaar? Nou, dat vind ik best wel 10 en 20 jaar vind ik echt heel erg ver vooruit. Ik denk als je naar 10 jaar geleden keek, dan was je vaak met een visie vooruit van 5 jaar bezig. Mm-hmm. Nou, ook daar heeft corona absoluut wel een rol gespeeld van dat je echt in het nu staat en een jaar vooruit kijken en is denken. Al, juist. En dat is hetzelfde met een horecazaak. Eerst zet je hem neer en dan doe je een investering voor de komende 10 jaar. Maar je kunt nu niet een zaak neerzetten en er dan 10 jaar niets aan doen. Dus die tijdspanne wordt, die wordt wel een stuk kleiner. Maar dat neemt niet weg dat wij heel positief tegen. We gaan er vol tegen. Absoluut. Laatste vraag. Zit je trots op de kenjer, op de kleinkenjer, alles wat ik je... Ik ben eigenlijk... Tevreden. Tevreden. Maar trots ben ik eigenlijk nooit op niks. Nee. Ook niet op ikzelf? Nee. Dat hoeft niet. Nee. Tevreden. Ja. Oh, zo.
Nou, wie zit hier, Wim? Ben je trots? Ik ben heel trots. Dat denk ik, ja. Realiseerd hebben. Ja. Ja. 3% van de familiebedrijven die komt tot in de derde generatie. Juist. Nou, in de vierde volgens mij minder dan 1%. Nou, daar mogen ze best trots op zijn. Trots op zijn, dat denk ik. Ja. En ik zou zeggen, kom nog eens terug als het boek klaar is. Doen we. Ja? Dank je wel. Dank je wel voor de komst.